Wat gaan we lekker? Nee, nee, ik hou nu ook mijn handen eraf, want als ik kapot ga, is het niet mijn schuld. Hoppa. Dit zijn de Raafjes! Je ziet het goed, je kijkt naar de Raafjes en vandaag speel ik maar liefst twee spellen. La Cucaracha en een geweldige 3D-puzzel. Terwijl we kletsen over van alles en nog wat. En niet te vergeten de te gekke spellen die te winnen zijn van Ravensburger. Zoals ik al zei, twee spellen, dus ook twee gasten. Ik heb hier zitten Nehemia en Lina. Meiden, welkom. Hoe gaat-ie? Goed. In koor. Zijn jullie beste vriendinnen? Want dit voelt wel aan als... En hoe oud zijn jullie nu? Ik ben zeven. Ik ben acht. Zeven en acht. En wat willen we dan worden later? Wat wordt het? Dierenarts. Dierenarts. Dierenarts, kinderarts of atleet. Want mocht je niet mensen of dieren willen redden, dan wil je graag op de atletiekbaan. Want wat heb jij met atletiek? Ik zit op atletiek. En wat, dan moet je best wel veel dingen doen, hè? Dat is niet één ding. Mm-hmm. Welke dingen? Verspringen, hoogspringen, 600 meter. En Nehemia, wat doe jij? Zit je ook op iets, op een sport of? Of violes. Violes. Wil je later ook iets doen met muziek? Nee. Nee. Gewoon dierenarts en we gaan ze niet in de uitslaapkamer even leuk toespelen. Nee. Dat is niet nodig. Nee. Heb je ook zelf huisdieren? Ja, een vis. En jij, heb jij huisdieren? Nee. Nee, zou je wel willen? Ja, ik wil een kat en een hond. Snap ik. Ik wil een konijn. Een konijn? Waarom een konijn? Omdat konijnen leuk vindt. Er zijn ook een bepaald soort beestjes. Dit zijn niet zulke leuke beesten. Wat vinden we geen leuke beesten? Die willen we niet tegenkomen. Een slang. Ik hoef ook geen slang tegen te komen. Ik jij? Ook. Slangen, vind jij die ook vervelend? Ja. Ik vind ze eng. Ja? Wat denk je dat ze doen? Over je lijf lopen. Lopen. Over beestjes gesproken. We doen ook wel eens beestjes zien. Ik heb wel eens beestjes die ik op de vakantie heel vaak tegenkom. Op een of andere manier komen die alleen maar op de vakantie, maak ik die mee. Die kleine beestjes. Die, beetje die kevertjes, die vieze beestjes. Weet je wat ik bedoel? Die kakkerlakken. Ik heb nog nooit een kakkerlakken gezien. Nog nooit? Ja. Nou, dan ga je naar de goede plek op vakantie. Ik heb wel eens een kakkerlak gezien. Soms zie je ook in de winkel, zie je eentje lopen op de grond, dan ben ik helemaal klaar al. Nou, ik denk dat ik het spelletje erbij ga pakken, want toevallig is dat ook met kakkerlakken. Jullie hebben dit net even, ja, al mogen unboxen. We gaan even kijken hoe dat ging. Eentje met chocola, eentje met vis en eentje met brood. Oh, ik weet het. Een knopje, zodat hij aangaat. Wat denk jij dat de bedoeling is? We moeten de kakkerlak hierin krijgen. Nou meiden, ik heb geen idee. Of tenminste, jullie zijn de kenners. Laat maar zien. Wat gaan we doen? La Cucaracha. Dat is een bijzondere naam, hè? La Cucaracha. Nee. Zullen we vertellen wat het betekent? Wat La Cucaracha betekent? Vertel. Kakkerlak. Kakkerlak. Maar in een andere taal? Ja. Maar dat klinkt bijna leuk. La Cucaracha. Dat is wel een liedje, toch? Ja. Vertel, wat is de bedoeling van het spelletje? We moeten kakkerlak hierin krijgen. Ze moeten en dus... als die in jouw hok zit, krijg je een visje. Ah, dus we zijn kakkerlakkerlokkers. Dus eigenlijk als je het met de dobbelsteen gooit en je gooit bijvoorbeeld een vork, dan mag je een vork mag je bijvoorbeeld zo doen. En zodoende? En dan moet je ervoor zorgen dat die eigenlijk in je ding komt. Aha. Dus het is eigenlijk een soort val. Een val, dat is het, de kakkerlakke val. Wat is dit voor vriend? Dat is de kakkerlakke. Dit is de. Oh, goed. Hij is een nep hoor. Oh, hij lijkt heel echt. Er zit een knopje aan, is dat, moet je die aandoen? Ja. Deze moet je dan aandoen en dan gaat hij lopen.
Wie begint? Dit de hele tijd? Ja. Oh god, nou goed. En als die hierin komt, dan moet je hem weer helemaal zo maken. Ik kan hem beginnen? Ja, doe maar. Een lepel. Kriebels ervan. Snel, ik moet... Oh, vraagteken, wat mag ik doen? Dan mag je eentje zelf kiezen. Kom hier. Kom, kom. Oh nee, oh, zie je? Ik durf niet aan de kakkelak te komen. Nee, ik snap het. Ik was zo erbij. Oké. En we gaan weer. Zenuwen schieten gewoon weer verder. Ja! Ja, toch niet. Jij mag een visje. Dus nu heb ik een punt. Ja. Doe je thuis veel spelletjes? Ja. Win je dan vaak? Ik heb een kast vol. Helemaal vol. Er kan geen spel meer bij. Kom maar dan, hier. Ja, wel! We zijn echt... Wat is de score? Hoeveel heb jij? 4-4-4. 4-4, oh. Alles op alles, dames. Oh. De terechte winnaar, Lina. Nou, pak maar. Score. 5 stuks. Hoe voel je je? Goed. Dat is lekker, hè? Volgens mij gaan we nog een spel doen. Of nee, een puzzel. Ja, een 3D-puzzel. Daar is... Deze? Ja, is dit het? En een 3D-puzzel is dus een puzzel waar je... Ja, het is een puzzel. En eigenlijk moet je dan... Het is eigenlijk iets wat je in elkaar moet zetten. En dan moet je een puzzel maken. En die moet je er eigenlijk een soort van in of erop leggen. Dus het is niet... Hij blijft niet plat, maar hij gaat langzaam, groeit hij? Ja, hij gaat een beetje zo omhoog. Hij gaat omhoog. Maar net was er een andere puzzel. Ja. Daar hebben jullie net al eventjes gekeken hoe dat gaat met de 3D-omhoogwerkings. Dus we gaan eens even kijken hoe dat eruit zag. Oh, ik weet het. Goed. Moeten we eerst Yoshi. Hier, dat is hij. Ben je 27? 30. 48. Klaar. We gaan nu voor iets anders, hè? Dit is een... School. Met daarin pennen. Dus dit is ook nog een functionele puzzel. Puzzel, hè? Moet je echt zeggen, puzzel. Oké, wat gaan we doen? Nou, misschien eerst de schoen zo in elkaar zetten of moeten we dat als laatste doen, denk je? De sol. Ik denk dat het slim is, want vanaf daar kunnen we... Kijk, daar klik je zo de eerste stukjes ja, maar... Dus doe maar wel. Oké. En heb jij echt, hoe werkt het met de puzzels? Wat is slim? Ja, ga je kleurtjes met elkaar ook, zoeken? We hebben ook kijken iets. Naar de nummertjes op de achterkant. Het is gewoon op nummer? Ja. Oké, ik ga ook gewoon maar pakken. Ik doe ouderwets gewoon op kleur hoor, meiden. Maar... Wat is het dan? Ik ben ook al zo oud. Het is niet erg hoor. Je mag het wel gewoon wat doen. Wat jij wil. Oké, dank jullie. En hoe laat moeten jullie naar bed altijd? 7 uur. Ik ongeveer 7:30 of zo. 7:30. Half 8 uur ongeveer. 7. Vinden we dat te vroeg of vinden we dat... Ik vind dat te vroeg. Je vindt het te vroeg? Ik vind van mezelf eigenlijk wel een beetje gewoon normale timing. Hoe? Ik zit volgens mij ook... Hey. Welke nummer heb jij? Ik... 9? Ja, ik heb tot 9. Ik moet 28. Kijk. Ik heb 10. Oh, zonder dat we het wisten. Samengewerkt. Is dit goed? Het gaat wel lekker. Oh ja, wow. Goed. Zullen jullie ook vriendinnen blijven totdat jullie groter zijn? Oh ja. Ja, dat is de planning? Ja. Gaan jullie dan ook... Oh, wat zijn dit? Die had ik gekocht om te geven. Dus dan BF. Best Friends Forever. Wauw. Kijk, je hebt ook. Ja. Zo cool. Dus nee. Dit zit wel diep, deze vriendschap. Ja. Zullen jullie alles voor elkaar doen? Allerbeste vriendinnen. Allerbeste vriendinnen. Allerbeste. Maar gaan we goed?
dan gaan we niet lekker. Kapot gaan. Nee, nee, ik hou nu ook mijn handen eraf, want als ik kapot ga, zie ja. Nee. Wel. Dus even, kijk, 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 kijk. Klik, klik, klik. Nou ja, het zit in ieder geval erin. Het laatste van de 3D-puzzel ga jij nu klikken. Klik, klik, klik. Ja. Tadaa! Je kan hem niet eens aan. Nee, dit is niet voor... Nee, nu kan je niet aan, want dat vakje zit erin. En dit is een mooie pennenhouder. Zo, ja. Lekker als je wat moet schrijven naar elkaar. Een brief, want besties. En voor meiden die zo goed gespeeld hebben, heb ik speciaal iets. Ik weet het al. Jij weet ik het al? Niet. Ja. Ik weet helemaal niet. Kijk eens, een geweldig prijspakket van Ravensburger. De spellen die jullie uren kunnen vermaken. Stap op de fiets, vraag je moeder, mam, kunnen we met de auto? En zoek elkaar op. En dan kunnen jullie deze spellen gaan... Oh, oh, ik zie sowieso wat kakkelakspel. Nou, alsjeblieft. Nou, wij meiden hebben net geweldige spellen gespeeld. Het was toppie joppie. Ik zou zeggen, kijk de hele video, klik op de link hier. Klik op deze link, zien jullie hem? Maar de kijker wel, en daar gaat het om. Zwaaien maar, bedankt als je klikt. Zwaaien. Op je allerhardst. Ik heb er helemaal zin in! Als ik eens wel weet hoe dit werkt, dan ga ik de aap gewoon opgeven. Hoe dan? Kom maar zo'n pop in de Fata Morgana. Hebben we echt heel veel aan. Nou, als niet hoor. Hoeft niet. Het is een meisje. Hoe doe je dat nou? Feest, lalalala.